Yo Nintendo fans! Ik denk dat we zijn aanbeland bij de allerlaatste Kirby video. We hebben namelijk alle stukjes ziel van Leon gered en we moeten nu naar Lab Vergeto. Als jij dit een vette serie vond, knal die duimpjes omhoog. Laten we minimaal die 1000 duimpjes halen. Laat even een reactie achter wat je ervan vond en vergeet niet te abonneren. En dan ga ik snel beginnen. Let's go! In de vorige video bewees Kirby... Ik hoor stemmen. Kirby bewees dat hij ook sterk is zonder power-up. Dat was heel vet. Als je dat nog niet gezien hebt, ga checken. Maar... Oké. Ik hoor allemaal Nederlandse stemmen en het is helemaal kapot hier. Ik zie vuur aan de buitenkant. Ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren. Maar ik ben een beetje zenuwachtig. De poort gaat open, jongens. Hij gaat open. En daar gaan we. Daar is hij. Leon. Jongen. Ik heb je ziel gered. Vriend, hoe gaat het? Wat ben je aan het doen hier? Je bent in een soort van coma. Hallo, meneer. Elfilin. Ja, toch? Kijk. Alle stukjes ziel van Leon. Wordt dit gewoon een hele vrolijke video? Ik dacht dat we nog keihard moesten gaan vechten of zo. Leon, alles goed, jongen. Gaat het lekker met je? Dit is je ziel. Je ziel is terug. Oh, ja? La 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 la. Hij begint ook te dansen. Heerlijk. Nee, het gaat toch fout. Hij heeft toch nog best wel hoofdpijn zo te zien. Hij heeft een migraineaanval. Bezeten beest, te vergeten Leon. Nee, het gaat alsnog fout. En ik ga natuurlijk keihard dood, denk ik. Ik kan wel een power-up gebruiken. Misschien de bommen. Laten we de bommen maar proberen dan, denk ik. Oké dan. Top dit. Schiet sterren op zijn hoofd. Schiet sterren op zijn hoofd. Pak de power-up. Wat gaat hij doen? Komt hij eraan? Hij komt er zeker aan. Hij komt er zeker aan. Wat een gast. Wat een gast. We hadden nu zeker wel sterren kunnen gebruiken, denk ik. Alhoewel die bommen ook wel goed zijn. Oh, daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Wat gaat hij doen? Ik weet niet wat hij gaat doen, maar het ziet er echt... Oh my gosh. Het zag er heel heftig uit. Hier heb ik wel sterren. Ik kan sterren gaan schieten. Ik kan 1 ster schieten, blijkbaar. Die sterren die zijn wel echt heel nice. Oké, wat is dit? Oké. Ja. En nog 1. En weer een ster schieten. Ja. Als ik nou die bommen niet steeds terugpak, dan kan ik meer sterren schieten. Ik overleef het allemaal maar net. Net niet nu. Ik ben niet zo gecharmeerd van de bommen power-up, denk ik. Of misschien wel. Nee, toch niet. Ja, toch wel. Nee, toch niet. Ja, toch wel. Nee, toch niet. Ik zou het niet weten. Leon gaat in ieder geval weer helemaal los. En we gaan... Ja? We gaan eens even wegduiken. Hier 1 ster. Ja, 1 ster. Daar blijft het bij. Oké. En dan gaan we weer een paar bommetjes klaarleggen voor hem. Voor als hij weer op mij wil gaan. Oh, hij wil niet op mij. Hij wil... Oh, shit. Dit is zo jammer. 1 ster. En daar blijft het weer bij. Oké, dit komt beter allemaal. Wegduiken Kirby. Wegduiken Kirby. Dit is het niet hoor. Het is nog zeker niet klaar. Dit kan het niet zijn. Dit is allemaal heel gevaarlijk. Bommetjes gooien. Oh, daar gaan we weer. Oh, ja, die deed wel behoorlijk veel pijn. Die was denk ik mis die ster. Oh, die was toch raak. Oké. Nu gaat hij denk ik weer dit doen. Oké. Dan nu blijven staan. En dan gaat hij weer deze doen. Krachtloze, ster pakken en schieten. Bom oppakken en go. Ik ben hier zo bang voor, hè? Kom op. Ja, lekker. Oké, fase 1 is klaar. Fase 1 is klaar. Super spannend. Wat gaat er nu gebeuren? Want het is nog niet klaar. Ja, die ziet er ook duister uit, zeg. Jemig de pemig. Hij wordt nu alleen nog maar bozer. En ik blijf half dood. Wat is dit? Ik hoop dat je flink moe wordt, jongen. Alsjeblieft. Hier. Nee. Dit gaat fout. Oh, dit gaat net niet fout. Dit gaat bijna wel fout. Dit gaat hartstikke fout. Ik ga het maar weer zo doen, denk ik. Met de sterren. Alleen. Ga weg. Sterren schieten. Ik ben mijn bommen kwijt. Jeetje. Hoe ziek is dit? Deze boss battle is niet normaal. Hier moet hij echt mee stoppen. Kan je alsjeblieft een beetje stoppen, Leon? Ik heb je toch niks misdaan? Denk ik. Ah, shit, ik ben geraakt door de stroom. Oh, jongens. Nee. Nee, ik mis hem. Oh, jongens. Dit gaat helemaal fout, hoor. Leon is helemaal lijp geworden. Ik kan hem nu wel weer een keertje raken, gelukkig. Kijk, wat gaat hij nou doen, joh? Dit is weer een nieuwe. Oh...
Ik raak hem wel. Ja, cool. De rotsblokken zijn mis. Hier eentje pakken. Ja, cool. Schiet hem. Schiet hem. Lekker. Oh, dit is een goeie. Dit is lekker. Dit is super chill. Hier kan ik er best wel veel mee raken. Nu komt die gekke ziel er ook uit. Nee. Wat gaat hij nou weer allemaal doen? Wat een zieke baas. Blijven staan en springen. En springen. Oh my gosh. En hij raakt mij zo hard nu. En ik kon hem niet raken. Wat is dit? Wat is dit, joh? Moet keihard wegrennen naar een hoekie. Niet normaal. Mag ik alsjeblieft wat healing? Ik wil healing. Oh my god, die ding begint zich er ook mee te bemoeien in de lucht. Dit is niet normaal. Hoe ga je dit ooit winnen? Dit is niet te doen. Dit is niet te doen, jongens. Dit is echt... dit is zo moeilijk. Dit is zo paniek. Zoveel rotsblokken. Ik kon geen ster pakken. Ik kan nu wel één ster pakken. En op hem schieten. Stop! Nu! Stop! Nu gewoon! Ik ben bijna dood! Maar jij ook! Oké, spring. Sta. Spring. Spring. Oh, hij heeft me weer geraakt. Dit is niet cool. Maar ik raak hem ook. Oh, oh. Snel, snel, Kirby, naar de hoek. Hij is echt bijna dood! Hij moet nog één klap. Please, gun mij een ster. En schiet. Ja! Ja! Ik hoop dat ik klaar ben. Maar ik twijfel. Hij zit wel in de troon. Ja, dit is nog niet klaar, hè? Dan moet je nu toch wel healing krijgen. Ik moet nu tegen het psychisch begraafbeest. Maar er komt gelukkig wel... een vlindertje. Het vlindertje... Vlindertje, maak hem beter gewoon. Maak hem beter. Heal hem. Ja. Ja, lekker dit. Of niet lekker. Het is Morpho Knight. Ja, maar dit kan ik niet meer winnen, vriend. Ik heb niks. Ja, misschien kan het hoor. Misschien kan het, maar het lijkt me heel sterk dat ik dit nog kan winnen. Wat is dit nou weer voor gekke... Gekke... Ik heb sterretjes nodig. En heel hard. Ik heb heel hard sterretjes nodig. Hij dropt er één. Dan kan ik hier tussen staan. Ja, nu dropt hij er meer. Oh, ik miste één. Oef, oef. Net overleefd. Net overleefd. Net overleefd. Hij gaat een charge shot doen. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat dit is. Ik weet niet wat hij allemaal doet. Ik moet even kijken wat hij doet, jongens. Hij begint te warpen. Ja. Oké, okay. Hier komen heel veel sterretjes van. Maar ik heb er maar één kunnen pakken, jammer genoeg. Oké, okay, nu is weer die... dit ding. Dit gekke ding. Het dropt wel sterretjes. Ik heb hem helaas niet te pakken kunnen krijgen. Die ook niet. Ik heb weer een ster. Oeh, en daar ging ik. Mag ik alsjeblieft bij Morpho Knight beginnen? Niet? Moet ik echt opnieuw? Oh, gelukkig, gelukkig. Ik wou al zeggen, dan zou het echt wel een intens moeilijke baas zijn als dat niet mocht. Nu wil ik denk... Ja, nu ben ik wel een beetje te gierig, man. Als ik heel eerlijk ben. Nu ben ik wel een beetje te gierig. Kan ik dit ding ook slopen? Nee, hè? Wel lekker. Wel, ja, dit wapentje is wel chill. Dat blijft een beetje hangen. Dat is wel op zich wel fijn. Maar ik denk dat het toch beter werkt met sterren, of niet? Ik twijfel. Ik weet niet wat ik moet doen. Misschien moet ik hem gewoon slopen zo. Het is een beetje twijfel, jongens. Ik weet nog niet zo goed wat nou de slimme manier is. In ieder geval werkt dit op zich wel, hoor. Dit wapentje werkt op zich wel. Alleen... Ik moet me alleen niet laten slaan. Want hij zal vast wel met nog een power-up komen straks. Denk ik. Ik denk niet dat het hierbij blijft. Maar oké. Dit gaat lekker. Als ik deze nou eens gewoon hier in de midden hou. Oh, hij heeft nu twee zwaarden. Hij heeft nu... Oh my gosh. Hij heeft een heel ziek zwaard. Maar ik had wel een lekker plekje met dat ding. Come on, Curbs. Oké. Ik word helemaal gek nu. Ik word helemaal lijp. Ik weet niet wat er gebeurt. Dit is heel vervelend. Ik zie het allemaal niet meer. Ik ben in een of andere gekke illusie beland. Ik weet niet wat hij doet. Maar hij raakt mij. En dat vind ik niet leuk. Oh, nu doe je twee van die dingen zelfs. Oké, doe maar joh. Hé, gozer. Ik zie helemaal niks meer. Maar doe maar joh. Let's go Kirby. Zet hem op. Je bent er bijna, vriend. Oh nee. Hij is er ook bijna. Auw. Ik ben te gierig. Ik ben veel te gierig. Dit oplaadding is wel lekker trouwens. Misschien kan ik hem nu raken. Ik kan hem nu pakken. Nee, ik kan hem nu niet pakken. Want hij is naar de andere kant gegaan. Come on. No. Don't kill me. Het is zo close. Ik zag niet waardoor ik geraakt werd. Nee. A few moments later. Oh, bijna. So close. Kom er maar in. Waar ben je?
Oh, daar ben je. Je bent bijna dood, Ben je dood? Ben je kapot? Is het klaar? Met de night? Is het voltooid verleden tijd? Volgens mij wel. Dit ziet er wel aardig definitief uit eigenlijk. Dit ziet er heel definitief uit, jongens. Ja? Hebben we... Oh, die andere geheime kracht die ging weg. Ik denk dat het nog steeds niet klaar is. Maar Leon ziet er wel goed uit. Hij is wel een beetje slaperig. We hebben hier nog een blueprint. De blauwprint voor het Morpho Knight zwaard. Ja, het lijkt goed te gaan met Leon. Hij is best wel chill nu. Zit een beetje op de troon. Ja, lekker Kirby. Hoi, hallo. Yay, woehoe. Hij zit toch wel een beetje stil, moet ik eerlijk toegeven. Ik weet niet. Nee, oké. Er zit nog niet heel veel leven in, Leon. Ga je zeggen dat het nog steeds niet voorbij is? Daar is Claudia. Ja hoor, natuurlijk. Claudia komt ons helpen, want Claudia is het vriendinnetje van Leon. Oh, en alle dieren komen ook helpen. Ja, ze hebben allemaal nog een stukje ziel. Want ja, Leon heeft natuurlijk het dierenrijk verenigd. En ze willen nu allemaal wat terug doen. Ze hebben allemaal een stukje ziel. En hopelijk gaat dit Leon redden. Gaat dit Leon redden? Ik denk het wel. Dit moet wel, toch? Ja, beweeg je vinger. Beweeg je vinger. Ja. Ja, hij leeft hoor. Sta maar op uit die mooie troon van je, jongen. Daar is hij. De zon begint te schijnen. Hij doet zijn ogen open. Ja hoor, kijk hem staan. De gigantische leeuw. Heerlijk. En Claudia is natuurlijk super blij. Zijn girlfriend. Ja hoor, Kirby is blij. Elfilin is blij. Iedereen is mega happy. Lekker joh. Heerlijk. Heerlijk. I love it. Wat een feest. Wat een feest. En hebben we de game dan definitief uitgespeeld? Is dit het einde of gaat er nog wat gebeuren? Dit is het, hè? Ja, we zijn terug in de slaapkamer. We hebben een nieuw fotolijstje. Ja hoor, een nieuw fotolijstje met de sick wereld. En het liedje begint te spelen. En de credits beginnen te rollen, denk ik. Ja, daar komen ze. We hebben de game echt uitgespeeld. Alhoewel... Laten we nog even teruggaan naar dat dorp. En laten we nog even kijken of hier iets te beleven is. We kunnen een nieuwe blueprint laten maken. De zwaardkracht. Nee, er is niemand die nog tegen ons praat, jongens. Dit is het. We hebben Kirby definitief uitgespeeld. We hebben nog wel een cadeautje. Wat zit er in het cadeautje? Laten we het cadeautje even uitpakken. 650 sterren munten van de Waddle Dees. Nou, dankjewel, jongens. Dankjewel. Maar, ja... Definitief uitgespeeld. Laat even een leuke reactie hieronder achter. Want ik ben heel benieuwd wat jij ervan vond. Als je van deze serie hebt genoten, knal die duimpjes omhoog. Minimaal 1000 duimpjes. Dat moet te doen zijn, denk ik. Ik vond het super vet. Ik vond het de allerleukste Kirby game die ik eigenlijk ooit gespeeld heb. Hij werd op het einde ook nog moeilijk. En dat, ja, daar hou ik wel een klein beetje van. Anyway, abonneer op dit kanaal. Want dan weet je dat je nog heel veel vette Nintendo games gaat zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!